Hoe kunt u uw huis dementievriendelijk maken? Ergotherapeut Nienke geeft praktische tips. Actief zijn is heel goed, ook voor mensen met dementie. Soms is het handig om voor het overzicht de activiteit wat af te bakenen. Dat kan door een lint te gebruiken in de tuin om een stuk wat geschoffeld of onkruid vrijgemaakt moet worden. Of je kan het afbakenen in tijd en dan kan je een kookwekker gebruiken. Om bijvoorbeeld op een half uur te zetten en na dat half uur gaat het belletje en dan is iemand klaar. Om het aankleden zo lang mogelijk zelf te kunnen laten doen, is het handig om als partner of mantelzorger de kleren in volgorde klaar te leggen, waarbij het kledingstuk wat als eerste aangetrokken wordt, bovenop ligt. En dat is dus in dit geval het ondergoed. Houd de sleutelbos zo overzichtelijk mogelijk. Zorg ervoor dat alleen die sleutels aan de bos zitten die daadwerkelijk worden gebruikt. En tape met een gekleurd tapeje een sleutel om. En zorg ervoor dat diezelfde kleur bij het bijbehorende slot zit. Het zetten van koffie met behulp van pads of cups lijkt heel eenvoudig. Maar als iemand met dementie gewend is geweest om altijd filter koffie te zetten, dan kun je daarop terugvallen. En dan kan je bijvoorbeeld een lijstje maken waar de verschillende stappen in staan. Zoals het water in het reservoir doen. Het filterzakje erin doen. Een schep koffie erin. En het apparaat aanzetten. Je kan ook als thuiszorgmedewerker of als mantelzorger de koffie al helemaal klaarzetten in het filterapparaat, zodat de dementerende zelf alleen nog het apparaat hoeft aan te zetten. Voor meer tips, kijk op de website langzultuwonen.nl.